Gelijk de druk van Dordrecht. Het leidt niet tot een grote kans. Livramento verlengt de bal. Marco Kleine voor het eerst. Smeets uitgeweken naar de rechterkant. Het is aardige voetbal door MVV. De eerste grote kans is daar al. Binnen een minuut. In een toch levendige openingsfase. Seydou. Seydou, goede voorzet. En daar is de goal voor Dordrecht. Na 4 minuten. Mathis Souray, de aanvoerder van de Dordtenaren. Was daar de eerste serieuze kans voor MVV. De eerste goal is er voor Dordrecht. De voorzet van Seydou. Uitstekend afgerond door Mathis Souray. Tim Reserveur. Sebaoui, twee man tegenover zich. Gaat de combinatie aan, dat loopt goed. Sebaoui, volgende voorzet. Gegrabbel bij Mathis en dan vliegt hij binnen. Wat een ongekende ketser is dat van Romain Mathis. Hai, 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 Mathis, wat gebeurt je? Voorzet van Sebaoui, die moet voor Mathis zijn. En die laat hem via zijn handen en zijn voeten zo de goal inrollen. Reemans. Ook hij naar binnen. Reemans kapt nog een keer. Legt dan af. En de bal van richting verandert. Een kans voor Slegers. Weer en Mayo. En weer langs Labiel. Voordeel gegeven. Goed gedaan door Dieprink. De vlag ging omhoog voor een overtreding. Het vervolg niet goed van Mayo. Mathis moet uitkijken. Neemt veel risico. Mathis. Wat ben je toch allemaal aan het doen? Volgende kans voor Dordrecht. En weer een enorme fout van Romain Mathis afgestraft. Dit keer eigenlijk weer door Sebaoui. Wat is er toch aan de hand met Mathis? Normaal zo'n geweldige doelman. Verontschuldigt zich richting het publiek. Ingespeeld door Kleine. Neemt hij veel te veel risico. En doet Sebaoui dit natuurlijk verder uitstekend. En straft hij zijn fout genadeloos af. Een dramatische eerste helft van de ploeg van Maurice Verberne. Schuurman. Schuurman opnieuw, voorzet met links. Aktas kopt weer weg. Smeets. Smeets tikt daar Hilton aan. Voordeel gegeven door Dieprink. Goed gedaan, Hilton. En nu een goede redding van Mathis. Zeker in het licht. Dat was een twee eerdere kapitale fouten in de eerste helft. Dat is een kans, dat is een serieuze kans. Hij zit erin, Livramento. Uit het niets de goal voor MVV na een uur voetballen. 1-3 met nog een half uur te spelen. De trap van Plotman. Sebaoui levert dan in en dit is de klasse van Brian Smeets. In één keer gespeeld richting Livramento die al in de diepte vertrokken is. Daarmee sneller is dan Job van der Avert. En Livramento blijft kalm oog in oog met Plotman. Schuurman. Bal blijft liggen in de draai. Redding Mathis op de poging van Job van der Avert. Dat was een katachtige reactie van Mathis. Smeets. Livramento krijgt hem wat gelukkig mee. Kan in één keer vooruit. Livramento. Ja, vliegt zo'n bal binnen. Dan is het nog 20 minuten. Is het verschil 1. Kriwak. Osundina. Is er langs bij Labiel. Osundina. Nu dus als rechtsbuiten. Osundina gaat naar de grond. Geen overtreding volgens Dieperink. Licht contact is er met Labiel. Achter op de voeten. Niet genoeg voor een strafschop volgens Dieperink. Souray. Smeets. Lijkt me een overtreding. Heel opzichtig het wegduwen van zijn tegenstander. En dan lijkt het wat onrustig.
Onmiddellijk wijst Diepering naar de hoek. Daar bij het uitvak waar het onrustig is. Smeets rechts in beeld stuurt de MVV-supporters terug naar boven. Terwijl de Dordrecht-spelers hun supporters tot rust manen. Een klein groepje dat het verstiert voor de rest van de mensen in het stadion. We gaan weer voetballen. Nu wordt er ook wat het veld opgegooid. En ook vanuit het vak van MVV. Ja, dit is klaar. Vanuit beide supportersgroepen werd er iets op het veld gegooid. Heeft Diepering genoeg gezien. En nu gaan we echt naar binnen. Meerdere voorwerpen dus op het veld gegooid. Maar nu ook zorgen om een fan. Laten we hopen dat alles zo goed als mogelijk is met deze supporter. Er is een supportersgroep die dreigt het veld op te komen als de wedstrijd daadwerkelijk hervat wordt. Dat zorgt er nu dus voor dat Dordrecht binnen blijft. En ook MVV nu de kleedkamers weer opzoekt. En daar is de mededeling die niet uit kon blijven eigenlijk. De wedstrijd MVV Dordrecht is definitief gestaakt.